De digitale meter heeft al heel wat stof doen opwaaien hier in Vlaanderen. En zeker voor de mensen die reeds zonnepanelen hebben, was de digitale meter toch eerder een vloek dan een geschenk. Voor de mensen uit Nederland die deze video kijken, het komt erop neer dat onze regering beloofde om de terugdraaiende teller voor 15 jaar te behouden. Maar na een klacht van de VREG heeft het grondwettelijk hof beslist dat het niet kon. Gevolg? Duizenden mensen met een digitale meter werden opeens benadeeld. Nu gaat deze video niet over de nadelen van zo'n digitale meter, maar wel over één heel groot voordeel. En dat voordeel is het monitoren van je energieverbruik. Met een oude meter kan je ook maandelijks bijhouden hoeveel je verbruikt hebt, maar met een digitale meter kan het veel meer in detail, zodat je er zelfs conclusies uit kan trekken. Hoe is het met het sluimerverbruik? Verbruikt de vaatwasser echt zoveel meer energie dan dat je denkt? Blijf zeker kijken, want ik leg de verschillende mogelijkheden uit en geef je dan ook meer info over de HomeWizard P1 Wifi Laser. Het monitoren van je energieverbruik kan op 3 verschillende manieren. Fluvius, de netbeheerder, laat je op een site het verbruik nakijken. Dit is gratis en je kan dagelijks je verbruik raadplegen. Het verbruik loopt wel enkele dagen achter, zodat het moeilijk is om goed te gaan monitoren. Een tweede mogelijkheid is het nakijken van je verbruik via je energieleverancier. Bijvoorbeeld zoals hier de Engie-app. Deze app kan je installeren op je smartphone en deze zal je meer detail geven dan de website van Fluvius. Naast het verbruik kan je daar ook de prijzen zien die je moet betalen. De app baseert zich op de data die ontvangen wordt van Fluvius en dit zorgt ook weer dat je enkel data kan zien van de vorige dagen. Dus dit is niet real-time. De laatste mogelijkheid, en daar gaat deze video over, je kan een P1-laser kopen en zo in real-time je verbruik zien. Ik heb hier een P1-laser van HomeWizard. En HomeWizard, dat is een bedrijf dat sinds 2011 smart home producten verkoopt, maar dat zich de laatste jaren focust op energie- en watersensoren. Zij bieden een betaalbare P1-meter aan die je via wifi kan verbinden. Naast de P1-meter hebben ze ook een heel erg goede app, Energy, waar je dus het energieverbruik op de voet kan volgen. Het installeren van zo'n P1-meter is redelijk eenvoudig. Je moet eerst toegang tot de P1-poort activeren via de netbeheerder, Fluvius in mijn geval. En normaal gebeurt het direct, maar bij mij heeft het toch om de een of andere reden een half uurtje geduurd. Je plugt de P1-meter in de daarvoor voorziene poort en je opent de app. Op de app volg je de instellingen en hij is klaar. Op dat moment kan je direct het huidige stroom- en gasverbruik van je huis zien. Daarnaast zie je overzichten per dag, per week, per maand of per jaar. De installatie is echt wel eenvoudig. En ik had direct een wow-momentje. De energie die we op dat moment verbruikten zien is heel erg tof. Het aanzetten van een lamp of een ander elektrisch apparaat heeft directe invloed op de grafiek. En dat vind ik geweldig, maar ook heel erg leerzaam. HomeWizard zelf biedt ook extra functies aan via het Energie Plus abonnement. Het kost je €11,95 per jaar, maar biedt extra functies. Zo kan je je zonnepanelen omvormer koppelen, waardoor je extra informatie krijgt in de app. Niet enkel het energieverbruik of hoeveel je opwekt, maar ineens ook hoeveel van de opgewekte energie je ook effectief verbruikt. Daarnaast kan je het sluipverbruik van je woning nakijken. En heel erg leuk, apparaten elektriciteit laten verbruiken die enkel op dat moment door je zonnepanelen wordt opgewekt. Oké, het lijkt wel een verkooppraatje, maar ik ben heel erg tevreden van deze P1-meter. Ik heb hem nu iets meer dan een maand en hij heeft me nog niet in de steek gelaten. Hij heeft altijd gewoon gewerkt. De mogelijkheid om op elk moment te zien wat het verbruik is en als er genoeg zonne-energie is om bepaalde toestellen gratis te laten werken, is deze €39 zeker waard. Heb jij een digitale meter en wil je meer informatie over het verbruik dan dat je via je netbeheerder krijgt? Twijfel niet en koop zo'n P1-meter. Vragen of suggesties, laat het weten in de comments. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik je heel graag terug in de volgende video.